Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe hot. Pardon. Wow. Nooit cola drinken voordat je gaat opnemen, jongens. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Hardcore Survival aflevering. Ik ben Melvin en ja, jullie zien het allemaal goed, want ik ben nog steeds op de plaats waar ik de vorige aflevering was geëindigd. Dat is namelijk bij dit prachtige meertje waar ik toen ging vissen voor een nametag. Helaas had ik geen nametag geluk en denken jullie nu waarschijnlijk van dat ik verder ga vissen. Maar nee, schijn bedriegt mensen, schijn bedriegt. Ik ga namelijk hier niet vissen, nee. Ik ga namelijk terug naar mijn huisje en dan ga ik met iets bezig. Met een tip die was achtergelaten door een van jullie, want een van jullie had gezegd, nou ja, ik had hem wel vaak voorbij zien komen, maar het was een hele handige tip van Melvin. Enchant je vishengel, dan kan je Luck of the Sea krijgen. En als je dan Luck of the Sea hebt, dan heb je een veel hogere kans op het krijgen van een nametag. Dus ik ga gewoon dikke YOLO mijn vishengel enchant me voor 30, 20 levels. Het is misschien heel erg zonde, echt. Ik weet niet waarom ik het ga doen, maar ik ga het toch doen. Dus wij gaan eerst bezig met een enchantment room. Het was ook een soort van challenge, maar ja, ik denk zo van, als ik dus die vishengel ga gebruiken voor een nametag, dan is dit als het ware een bijzaak dat mij sneller kan helpen tot het bereiken van mijn doel. Dus ik ga dit gewoon doen als een soort van tussenchallenge. Ik ga het niet op het bordje zetten, maar in ieder geval wel heel erg bedankt voor je challenge, kijk, een soort van noemen. Het is niet echt een challenge, maar ik ga dus wel gewoon lekker een enchantment room maken. Ik zal even mijn inventory een beetje legen. Dan ga ik even kijken hoeveel boeken we hebben. 40 ledder. Dat is mooi. Daar kunnen wij namelijk 40 boeken mee maken. En dan besef je dat je maar 27 sugarcane hebt, waarmee je dus maar gedeelte 3, 9 boeken kan maken. Wauw. Wij moeten dus eerst even dit gaan neerzetten. En dan gaan wij zorgen dat dit gaat groeien. Dus we maken eerst even gewoon een sugarcane farm. Dat gaan we dus ook nodig hebben. Beetje dom van mij. Ik was iets te vrolijk. Nou ja, in ieder geval, laten we dit maar even gaan neerzetten. De vorige aflevering hadden we meer dan 100 reacties gekregen. Ik heb ze allemaal gelezen. Dat vind ik altijd super leuk namelijk. En daar wil ik jullie ook allemaal voor bedanken. En ik ga hier even op een bepaalde manier zo'n farm maken. Als het goed is, kan je op deze manier. Moet je even, zo volgens mij. Zoiets en dan zo en dan zo. En als ik aan al die dingen water doe, dan kan ik als het goed is op alle plaatsen sugarcane zetten. Dan kan je dus op een hele effectieve manier een sugarcane farm maken. Ik heb het ooit een keer gezien in een Minecraft video. Wat logisch is, duh. Nee, maar als het goed is, kan ik dus hier nu een hele kleine en simpele farm van maken voor mijn sugarcane. Ik hoop dat het werkt. Volgens mij wel. Misschien kan het ook echt nog effectiever. Ja, dat kwam er niet echt lekker uit. Maar volgens mij gaat dit ook werken. Dus we proberen het gewoon. En dan zien we het vanzelf wel of dit werkt of niet. Ik heb er wel vertrouwen in. We gaan het gewoon proberen, weet je. Niet geschoten is altijd meer, zeggen ze. En ik heb dat voor mij zo vaak gezegd de laatste tijd. Dat is echt niet normaal hoe vaak ik dat nu zeg. Oh, wauw. Dan gaan we niet een vis om helpen. Nee, kijk, als het goed is kan ik hier nu overal doodleuk zo'n hoe heet het neerzetten. Ik moet eens kijken hoe mooi. Oh. Dat is toch mooi, jongens. En als we hier nog eentje in plaatsen, kunnen we hier ook nog even zo omheen. Nou, dit is toch perfect. En dan kunnen we hier ook nog zo. Moet je kijken. Alleen hier kunnen we dan niet. Dus daar heb ik niet over nagedacht. Nou, dat doen we het gewoon zo. Het maakt me niet zoveel uit hoe ik het neerzet. Als het maar groeit, weet je. Als het maar groeit. We zorgen gewoon dat het gaat groeien. Ja, dan zo nog. Ik zal nog even één watersource pakken. En dan hebben wij gewoon een simpele sugarcane farm gemaakt. En dan gaan we daarna wel de volgende aflevering. Of misschien op het eind van deze aflevering. Als het een beetje is gegroeid, kunnen we nog misschien wel even kijken voor een prachtige. Hoe noem je zo'n ding ook alweer? Boeken gebeuren. De enchantment room, ja. Maar in ieder geval, mensen, laten we dan maar weer, ja, ik ben weer zeer geneigd om verder te gaan vissen. Dan laten we dat wel gewoon groeien en dan laten we die enchantment room wel even voor wat het is. Dan, als dat gegroeid is, dan is het wel het allereerste dat ik ga doen in de volgende aflevering of die aflevering daarop. Dan komt er gelijk een enchantment table hier. Maar ik ga dus eerst nu weer gewoon verder vissen, want dat vonden jullie schijnbaar leuk dat ik gewoon vragen ging beantwoorden. Ik vind het zelf ook heel erg leuk. Dus we gaan weer lekker vissen, hopen dat we misschien een nametag krijgen. Maar ja, ik kan niks beloven, we moeten het vanzelf maar even zien of we eentje krijgen of niet. Ik hoop dat het goed gaat komen en anders dan hebben we weer pech gehad. Maar ja, dat zien we dan wel weer. En ondertussen kan ik wel vast beginnen met de volgende vraag die mij was gesteld. En dit is een vraag die een beetje inhaakt op mijn vorige aflevering. En want de vorige aflevering had ik het over de manier van geld verdienen met YouTube. Hoe mensen nou geld verdienen met YouTube. Of ja, YouTubers, mensen, het ligt er aan hoe je ze wil noemen. Had ik een hele uitleg bij. Maar toen kreeg ik dus de vraag op de vorige video van Melvin.
hoe kan je dat instellen dat er een reclame komt? Wat voor reclame en hoe die reclame eruit ziet? Nou, dat laatste kan je niet kiezen. Hoe die reclame eruit ziet of wat voor reclame erop komt. Maar je kan wel kiezen bijvoorbeeld op wat voor tijdstip een reclame komen. Dat ze van die gele balkjes in het midden van een video ziet. Je kan ook kiezen of je een reclame voor je video krijgt die je af moet zien. Of die je weg kan klikken. Of zo'n balkje dat omhoog schuift dat je niet eens een reclame aan het begin van je video hebt. Het zijn allemaal verschillende opties. En dat kan je kiezen onder een kopje monetizing. Dat staat als je je video hebt geüpload en je gaat naar bewerken. Dan staat er ergens iets van, ik weet even niet wat er staat uit mijn hoofd. Maar het heet YouTube monetization. En dan kan je dus geld verdienen met YouTube. Ja, dus je kan zelf kiezen wat je ervoor doet of zo. Als je nou echt denkt van, ja, ik ga een heleboel reclame in pleuren. Want dan kan ik misschien meer verdienen. Ja, ga je gang. Maar ik doe dat niet echt, nee. Ik verdien wel wat met YouTube. En dan van koop ik ook dingen voor YouTube of YouTube gericht. Maar voor de rest gebruik ik dat niet echt voor andere dingen. Maar in ieder geval, dat is dus een hele korte uitleg van hoe jij je geld kan... hoe jij je advertenties kan instellen op YouTube. Het wordt intussen ook alweer nacht. Dus dat betekent dat we nog even één visje gaan vangen. En daarna gaan wij naar boven toe. En gaan wij weer even een lekker nachtje slapen. Want ja, dat moet ook gebeuren. Ik heb namelijk geen zin in dat er een creeper in midden in de nacht komt. En die mij even onder het vissen verstoort. Dus daar heb ik geen zin in. Ik ga terug naar huis. En dan ga ik ook maar weer gelijk echt... Hupsakee, erachteraan de volgende vraag beantwoorden. Dit vind ik echt heel leuk om te doen, mensen. Maar de volgende vraag was van Melvin. Hoe zou jij heten als jij een meisje was? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik serieus niet. Ik heb het wel eens gevraagd aan mijn ouders, maar ik kon het ook niet meer herinneren. Het zat er wel een soort van naam in gedachten en die hebben ze mij ook wel verteld. Maar het was niet een interessante naam of een naam om te onthouden. Want ze waren er ook niet zeker van dat ze die naam zouden geven, mits ik een meisje werd. Maar dat ben ik dus niet geworden. Ik ben een jongen. Maar ik kan wel vertellen waar mijn naam vandaan komt. En dan ga je misschien denken van, waarom ga je dat vertellen? Nou ja, ik dacht het heeft een beetje op deze vraag te slaan. En ik ga het dus ook gewoon doen. Melvin, dat komt uit het Fins en betekent leider. Ja, en het heeft niet echt een achterliggende gedachte waarom ik Melvin heet. Ze hebben een namenboekje gebruikt en daarin stond Melvin, de naam Melvin. En hebben ze mij dus Melvin genoemd. Want je hebt van die speciale namenboekjes voor ouders die echt niet weten. Of voor aanstaande ouders die echt niet weten hoe ze hun kind moeten noemen. En daaruit is Melvin ontstaan uit dat boekje. Dus ik kom uit een namenboekje. Het betekent leider en het is een Finse naam. Dat is dus Melvin, ja. Altijd leider. Wauw, we hebben onze allereerste random vangst en het is helaas een ladder ding. Ik had gehoopt op een name tag, oh mijn god. Maar we krijgen ze dus wel, want ik zat al een beetje te twijfelen of ik het wel kreeg. Want ik heb al tot nu toe alleen maar vis gevangen, maar het tegendeel is weer bewezen. We hebben een ladder ding gevangen, dus als we nog even doorzetten krijgen we misschien nog wel deze aflevering een name tag. Maar ja, ik weet het echt niet hoor. Voor mij gaat dit echt zo koude lang duren, maar dat zien we dan wel weer. Laten we maar weer verder gaan vissen en de volgende vraag gaan beantwoorden. Ik was al aan het verder vissen, maar dat maakt niet uit, het gaat om het idee. De volgende vraag is een hele korte, maar een hele simpele te beantwoorden vraag. Melvin, met welk programma neem jij je beeldscherm op? Nou, jongens en meisjes, ik neem mijn beeldscherm op met Fraps, of Fraps, hoe je het me ook uit wil spreken. Het is meestal Fraps. Daarmee neem ik mijn beeldscherm op. Het is een redelijk zwaar programma, maar ik vind het wel sowieso de wat betere kwaliteit. En ik ben ook best wel een voorstander van kwaliteit video's. Ik wil niet naar een blurry video zien en zo en dat. Daar hou ik gewoon niet van. Behalve als het grappig of echt nergens mee te maken heeft. Maar gewoon een gameplay video wil ik goede kwaliteit. Dus ik wil mijn video's ook gewoon in een mooie kwaliteit brengen. En daarom neem ik voornamelijk op met Fraps. En als ik opneem via Skype of als ik met anderen opneem, dan gebruik ik Dextory. Is ook een heel goed programma. Is iets lichter dan Fraps. En is ook als je het koopt goedkoper. Ik heb het nog niet gekocht. Dan moet ik eerlijk toegeven. Maar hey, het werkt en daar gaat het mij nu even om. Maar wat ik ook kut, we krijgen weer een vis. Oh, weer een standaard vis. Nee, maar wat ik wou zeggen. Fraps is heel zwaar. Het heeft hele mooie kwaliteit. Alleen één nadeel is dat hij de audio, dat heeft hij maar in één lijn. En daarmee bedoel ik dat ik gamegeluid en mijn microfoon alles dan in één lijn zou hebben. En als ik dan ook nog op Skype zit, dan zou ik dus mijn game audio moeten afstemmen op het geluid van Skype. En als je dat verkeerd doet, dan heb je heel gauw een corrupted opname. En dat wil je niet. En bij Dextory kan je precies kiezen welke audio lines hij precies moet opnemen. En ik heb dus een programmaatje geïnstalleerd. Dat heet Virtual Audio.
audiokabel. En daarmee kan ik mijn Skype-geluid apart opnemen. Mijn game-geluid apart opnemen. En ja, logisch mijn microfoon apart opnemen. Maar dat heeft te maken omdat het een microfoon is en geen boxen. Maar het is super handig. Dan heb je dus 3 audiolijnen. En dan kan je precies van ieder ding kan je de volume instellen. En dat is gewoon echt heel chill als je aan het editen bent. En dat is gewoon als bijvoorbeeld het Skype-geluid een zacht klinkt. Kan je even omhoog doen. Als het game-geluid hard is, doe je die naar beneden. Dat is echt zo'n must-have. Als je een YouTuber bent, zoek eens een tutorial op voor een virtual audio cable. Want het is echt heel handig als je dan opneemt met anderen. Gewoon dan Dextery en dat is echt magnifiek. En dan denk je van Melvin, ik heb geen OBS gehoord. Nee, dat programma dat vind ik niet lekker werken. Er zijn een heleboel YouTubers die het nu met mij ons eens zijn. Maar ik vind het gewoon niet super werken. De kwaliteit is wat minder naar mijn gevoel. En het is gewoon niet mijn favoriete programma om mee te werken. Ik vind het ook wat uitgebreid voor een opnameprogramma. En dat kan enigszins positief zijn. Maar het is ook een streamprogramma. En daarom is het zo uitgebreid volgens mij. En daar hou ik gewoon niet van. Dus nee, OBS is een no-go voor mij. En ik heb het trouwens ook gebruikt voor mijn Omegle special. Dat was toen ik 1 jaar bestond, heb ik die video geüpload. En dat had ik opgenomen met OBS. En OBS, die heeft op een of andere manier ik had 90 minuten ongeveer op Omegle gezeten. Ik had alles opgenomen. Maar ongeveer 30 minuten waren echt daadwerkelijk bewegende beelden. Want bij die andere 60 minuten waren het allemaal vastgelopen. Allemaal haperingen. En het was gewoon fucking kut. En dat was ook voor mij echt de klap op de vuurpijl. Dat ik gewoon, of zeg je dat zo? Oh nee, dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Wow, dat klinkt echt zo mooi. Dat ik gewoon geen OBS meer ging gebruiken. Ik heb het ooit 1 keer gebruikt voor een video op mijn kanaal. Beviel me niet. Daarna ook nooit weer gedaan. Toen dacht ik van, ja, ik moet mijn scherm opnemen. Dat kan ik alleen met OBS doen. Dus ik ging proberen. Werkte niet. Fucking kut OBS. Nooit meer gebruikt daarna. En het bevalt me zomaar wel, ja. En dat was helaas geen vis voor mij. Dat is ook weer mooi kut. Hoe gaat het met de stand van zaken? We hebben 7 normale vissen. 1 lekkere zalm. En we hebben nog een normale vissen bij. Het schiet echt niet op dit vissen. Nou ja, ik heb nog genoeg vragen om te beantwoorden. Dat ga ik ook lekker doen. En de volgende vraag is... Melvin, wat is je favoriete kleurschaap? Nou, dat is een beetje een rare vraag. Als het op mij... Oh mijn god, we hebben Finding Nemo gevangen. Holy damn jongens, we hebben Finding Nemo. Oh, dit is wel super vet. Kijk jongens, Finding Nemo. Oh, wat leuk. Ja, dat vind ik echt... Nee, dat vind ik super. Wow, fucking vet. We hebben gewoon Finding Nemo gevangen jongens. Oh mijn hemeltje, damn. Oh, dat vind ik wel vet dat we Finding Nemo hebben. Oh ja. Oh, nu ben ik echt geneigd om hem een naam te geven. Voor mij, ik weet niet of dat kan... Voor mij niet, of wel, ik weet niet. In ieder geval, Finding Nemo, jongens. Fucking awesome. Nou, laten we maar verder gaan vissen. Het is wel vet dat we nu Finding Nemo hebben gevangen. En hebben we nog een vriend. We hebben nu al en Bella en een paar die naamlo is. Waar jullie een heleboel reacties over achtergelaten. Waarvan ik eentje echt leuk vond. Maar jullie zien dat wel wanneer ik de nametag gegeven. En we hebben nu Finding Nemo. Ik ben zeer geneigd om echt gewoon een glazen bak te maken in huis. En daar gewoon die vis in te gooien. Ook al zie je hem niet, dan heb je wel het gevoel dat Finding Nemo bij je is. Hè? Dus misschien ga ik dat doen? Misschien niet. Zien we dan wel weer. Komt vanzelf allemaal wel goed. En dan ga ik nu echt naar de volgende vraag. Oh nee, de vraag was van, wat is je favoriete kleur schaap? Als het in Minecraft is, nou, wit vind ik altijd mooi in het echt. Ja, ik ken niet echt een andere kleur schaap dan bruin, zwart of wit in het echt. Dus ik zou dan nog een keer voor wit gaan. Ja, ik weet niet wat voor vraag dit was. Ik heb hem nu gewoon serieus beantwoord. En ik wil ook niet in het echt een andere kleur schaap zien, weet je. Dat lijkt me echt heel raar als je nou opeens een weiland vol met allemaal paarse en roze en schapen zou hebben, of met blauwe schapen of zo. Ik zou echt denken van, wat is dit voor gemuteerde boerderij? Oeh, ik zou dat gewoon niet willen zien, hè. Het lijkt me echt een hele rare gedachte. Maar dat zou ook zijn als we nu opeens naar buiten gaan en als opeens de lucht groen is en het gras blauw. Dat zou nu heel raar zijn, maar als het ooit zo was ontstaan, dat zou het niet raar zijn. Het klinkt heel dom en het is ook heel dom dat ik erover begin, maar als je erover nadenkt, heeft het wel een logica. We zijn nu aan alles hoe nu is zijn we aan gewend. Maar als er nou één dingetje verandert, ja, dan is het opeens heel raar, is het opeens heel anders. Maar als het vroeger nou zo was, ja, dan was het opeens anders als het nu zou veranderen naar hoe we het nu kennen. Ja, begrijpen jullie me nog? Nee? Ik begrijp mezelf nog wel, maar dit gaat echt weer te ver, jongens. Dit zijn echt van die filosofische visverhalen, visvragen. Wauw, dit gaat zo ver. Nee, maar dat is toch zo. Wie heeft er ooit verzonnen dat een boom heeft?
heet. Kom op, wie heeft er ooit verzonnen dat de kleur waar wij naar kijken, dat het blauw is? Of laat staan dat een kleur heet. Wie heeft er ooit verzonnen dat wij hier zitten, dat wij hier bestaan? Waar komt het dan wel vandaan? Daar kan je echt heel lang over nadenken. En dat kan ook best wel eng zijn voor sommigen. Sommigen die kunnen er echt helemaal op doorgaan. Helemaal spastisch worden. En als ze dat horen over, en als ze over zulke dingen gaan nadenken. Dus ik hou me gauw op met dit filosofische kutverhaal. Laten we maar verder gaan naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van Melvin. Beetje rare vraag hoor. Maar zou je het erg vinden als ik lang zou komen bij je werk en gedag zeg? Nou, daar heb ik een eerlijk antwoord op. Ik zou het niet super erg vinden. Nee, ja, ik kan ook niet daar blijven staan en een half uur met je praten. Nee, en een foto maken, dat is bij mij nog nooit gebeurd. Maar als dat ooit een keer erop aankomt en ik ben aan het werk, ga ook misschien wat moeilijk worden. Maar je mag voor mij heus wel in binnenkomen en gedag zeggen. Ik lig er niet wakker van, mijn baas was ook niet. Het is één keer eerder gebeurd en er was ook een keer, waren er voor mij twee in de winkel, zei mijn collega. Ik was toen achterbij. Wat? Een Enchanted Book? Holy damn, met Fire Protection 3? Kunnen we ook Enchanted Books... Oh mijn hemel, ja, dat wist ik niet. Oh nou, wow, dat is op zich wel vet. Oké dan, we hebben een Enchanted Book opgevist. Hartstikke leuk, mooi zo. Nou ja, nee, waar had ik het over? Oh ja, over dat jij gedag mag zeggen tegen mij bij de winkel waar ik werk. En het is een keer ook gebeurd dat er twee jongens waren. Het zijn mijn collega tegen mij. Ik was achter bezig en ze hadden mij gezien en ze liepen ook weer weg. En mijn collega zei toen we koffie hadden tegen mij, koffiepauze hadden, zei hij tegen mij van Melvin, het was zo, hij kwam lachend naar achteren toe en zei van, ja, daar waren ook net twee jongetjes en die, ik hoorde ze zo weglopen. Ik bedoel, ik zag ze zo weglopen en ik hoorde ze zo zeggen van, zo, hebben Melvin ook weer gezien. Ik weet niet wie dat waren, die had heus wel tegen mij gedag mogen zeggen, maar ik vond het wel grappig toen ik het hoorde. Want ja, ik ben ook maar gewoon een persoon, weet je. Ik ben niet een hoogstand iemand van het koningshuis of zo, wat voor mij ook, in mijn ogen ook maar gewoon personen zijn, hoor. Dat is voor mij niet nou dat ik daar echt speciale tegen ga doen als ik ze in het echt zo zien. Ik zou, hey Beatrixje, nou ja, dat ook niet. Maar hey, jullie begrijpen me wel. Dus zeg rustig gedag tegen mij, ik bijt niet, ik zou je niet uitschelden, ik zou je niet slaan. Nee, dat zou ik ook echt helemaal nergens op slaan als ik dat... Oh, leuk woordgrapje! Slaan, ergens op slaan, oh. Sorry. Dat zal ik nooit meer doen. Nee, dat was niet leuk, hè? Sorry. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Nee, maar jullie begrijpen me vast wel. Dat is voor mij de derde keer dat ik deze video zeg. Dat jullie mogen gewoon dus gedag tegen me zeggen. En maakt niet uit wie je bent, wat je bent, hoe je bent. Leuk. Ik vind dat serieus leuk. Ik ben ook al een keer eerder herkend in het echt. Gewoon niet bij de winkel. En dat is toch wel een rare ervaring. De allereerste keer weet ik nog. Toen was ik aan het wachten op mijn vrienden. En opeens stond er zo'n groepje jongeren. Die keek me een beetje aan. En op een van, ben jij altijd Melvin? En ik wist niet hoe ik moest reageren. Het was echt een hele rare ervaring. Ja, ik zei gewoon ja. En oké, vet, leuk. Hoi, hoi, hoi. Dat was het ook eigenlijk. Het was niet meer. Want toen kwamen mijn vrienden er ook al op aan. Op wie ik stond te wachten. Dus we hebben ook niet meer kunnen praten. Maar het was echt een hele rare ervaring. En het is alweer nacht geworden. Laat ik maar terug gaan naar mijn huisje. En ik ga ook maar de video beëindigen. Dus ik heb weer wat vragen beantwoord. Ik vind het op zich wel leuk om zo'n vragen te beantwoorden. Maar ik wil niet dat dit te lang gaat duren, mensen. Ik ga denk de volgende keer ga ik wel proberen om gewoon in die aflevering de nametags te krijgen. Want dan kan ik ook nog iets nuttigs doen terwijl ik vragen beantwoord. Want ik kan in principe ook gewoon vragen beantwoorden terwijl ik iets anders doe dan de vissen, weet je. Dus dan kunnen we het even een beetje, ja, vooruitspoelen, doorspoelen, lichter dan hoe je het wil noemen. En dan hoop ik dat het een keer gaat lukken, ja. Mensen, ik bedank jullie allemaal nu voor het kijken naar deze video. We hebben hier onze clownvis. Die zou ik even een speciaal plekje geven. Helemaal hier zo, helemaal alleen. Kijk, heeft hij daar even wat ruimte, weet je. Kan hij misschien nog zwemmen in de kist, ook al denk ik dat hij dood is. Maar dat maakt niet uit. Ja, bedankt voor het kijken, zoals ik al zei. Doe een duimpje omhoog als je genoten hebt van mijn antwoorden. Als je genoten hebt van mijn vissen. Als je genoten hebt van mijn filosofische visverhalen. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden. Dan kom ik section hier beneden. En ben jij nog niet geabonneerd op mij? Druk dan even snel op een knopje abonneer. Het hier beneden staat. Dan ben jij altijd op de hoogte van mijn video's. En dan heb ik nog meer dingen te zeggen tegen jullie. En dat is doei mensen!